Documenten moeten vaak worden herzien om spel- of typfouten te corrigeren... ...een consistente opmaak te verzekeren en de inhoud opnieuw te rangschikken. In Microsoft Word beschikt u over een groot aantal hulpmiddelen... ...waarmee het bewerken van documenten eenvoudiger is dan ooit. Van ondersteuning voor meerdere talen tot het Office-klembord. In Word vindt u de hulpmiddelen die u nodig hebt om perfecte documenten te maken. Nadat u deze les hebt voltooid kunt u door te typen tekst aan een document toevoegen. U kunt vaak gebruikte tekst invoeren met auto aanvullen en spelling, grammatica en typfouten corrigeren met autocorrectie. Ook kunt u documenten bewerken die tekst in verschillende talen bevatten en tekst kopiëren en plakken via het Office-klembord. Ten slotte kunt u bepaalde woorden en opmaak zoeken en vervangen in een document. Een Microsoft Word-document is meer dan alleen maar tekst. Of een document nu is bedoeld om nieuws mede te delen, te overtuigen of gewoon feiten te documenteren, de informatie moet hoe dan ook helder en logisch worden gepresenteerd. In Word kunt u de inhoud van een document opmaken met lijsten en tabellen op een manier die het beste past bij uw wensen en voorkeuren. Als u deze les hebt voltooid, kunt u genummerde lijsten en lijsten met opzommingstekens maken en bewerken. Ook kunt u tabellen maken en bewerken. Ten slotte kunt u lijsten en tabellen sorteren. In deze les hebt u eenvoudige formules voor berekeningen gemaakt. U hebt celbereiken en formules een naam gegeven. U hebt fouten in formules opgespoord en verbeterd met controlefuncties voor formules. U hebt matrixformules gemaakt en gewijzigd. U hebt ingesteld wanneer en hoe berekeningen worden uitgevoerd. U hebt bovendien een koppeling gemaakt en bijgewerkt tussen cellen in verschillende werkmappen.